Help. Mijn kind zit thuis en is bang voor coronavirus. Wat moet ik doen? Uh, dit is een extra filmpje deze week vanwege de maatregelen die zijn genomen in veel landen vanwege het coronavirus. De media heeft het nergens over dan alleen maar over deze virus, over de aantal mensen die het hebben, over de aantal mensen die eraan zijn overleden. Uh, en iedereen praat er onderling ook met elkaar over. Uh, hierdoor kan het zijn dat je in paniek schiet. En. Uh, dit kan je ook doorgeven onbewust aan je kind. Je kind wordt dan ook paniekerig. Wat kun je doen? Probeer zelf eerst rustig te worden. En als je een geloof hebt, bid dan zodat je innerlijke vrede krijgt. Als je zelf niet al te veel paniek hebt, is dat al een grote stap die je aflegt bij de angst van je kind. Neem de angsten van je kind serieus, maar maak het niet te groot. Door middel van een rustig gesprek kom je erachter waarvoor ze bang zijn. Reageer niet boos op zijn angst, maar ga op zoek door middel van vragen te stellen naar de oorzaken. Bijvoorbeeld, wat denk je dat er gaat gebeuren? Hierdoor ga je kijken of de angsten die je kind heeft wel terecht is, of dat ze zelf een fantasieverhaal hebben gemaakt in hun hoofd. Anna van der Meer is orthopedagoog, geeft aan om uitleg te geven wat het virus nou is. Leg dat rustig uit en leg ook uit wat de ma maatregelen zijn die zijn uh, genomen. Benoem het gevoel die je hebt dat jij je ook zorgen maakt, zodat je kind weet dat bang zijn of zorgen maken een heel normaal gevoel is en dat iedereen het kan hebben. Een paar voorbeeldvragen die ze aangeeft om zo'n gesprek uh, te leiden, is hoe gaat het? Uh, de verspreiding van het virus? Wat wordt er gedaan om het virus tegen te gaan? Waarom is het zo belangrijk om je handen te wassen? En hoe vaak moet je dat doen? Enzovoort. Bedenk samen met je kind welke dingen je kan doen om je goed te voelen. Bijvoorbeeld rustig adem te halen, afleiding te zoeken door iets leuks te doen thuis. En nogmaals, probeer rustig te blijven, ook al is je kind erg bang. Blijf eerlijk. Met goede bedoelingen zeggen we als ouders, je krijgt het niet. Maar dit kan je niet garanderen en daarom is het handig om dat niet aan te geven. Wel kun je uitleggen dat deze virus lijkt op een griepvirus. Ook kan je ze geruststellen met dat er veel organisaties in veel landen hard bezig zijn om deze virus te bestrijden. Volg de regels die je in je land zijn aangegeven, zodat je jezelf beschermt en ook anderen.